vandaag aan deze vijf kijkers. Het eeuwenoude Egypte bouwen. Mijn vliegtuig is hier namelijk neergestort en nu wil ik heel graag ontsnappen. Kan ik inbreken in de piramides, de schatten stelen van de tempels en een manier vinden om te ontsnappen? Of zal ik hier voor altijd vastzitten? Dit is het moment om op dat blauwe duimpje omhoog te klikken en abonneer op mijn kanaal. Want anders zit jij straks ook nog vast in de droge, afgelegen woestijn. Zitten we dan in het vliegtuig onderweg naar de Bahama's. Ik heb zoveel zin in mijn vakantie. Ik ben nou helemaal lekker hier gewoon aan het zitten in mijn privévliegtuigje. Meneer de piloot, zijn we er al bijna? Of hoe zit het? Ja, we zijn rond Egypte nu ongeveer. Dus, we hangen nu ongeveer boven Egypte. We gaan de goede kant op. Mag ik bij je in de cockpit zitten even? Of? Ja, kan er. Ja? Mag ik ook sturen? Of? Ja, is goed. Echt? Ja. Oké, okay, hoe doe je dat? Hoe stuur je? Ja, intuïtie. Intuïtie? Zo doe ik het ook. Ja, hallo. Nee, je gaat toch niet weg? Ik wil ons prima sturen, maar dan moet okay, ja, ik wel ondersteunen. Ik blijf prima. In de buurt. Het ziet Zorg je dat het niet fout gaat? Uit. Nee, dat komt goed, joh. Ik doe mijn best. Dit telefoon geeft anders wel iets slechts aan. Wat dan? Ik denk dat we moeten springen. We springen? Jij hebt een parachute om. Snel, tempo. Spring uit de deur. Go, go, go. Oké, ik spring wel. Jongens. Oh mijn god, een explosie. Oh, de parachute. Nee, jongens, wat zeg ik? Het ging in één keer zo snel allemaal. We waren... Wow. Wacht even. Ik was gewoon rustig aan het vliegen en in één keer zegt de piloot, het gaat allemaal fout. En ik moet eruit springen. Ik spring eruit. Ik hoor een explosie en ik val hier met mijn parachute naar beneden. Jongens, welkom in Egypte. We zijn gestrand. Het vliegtuig is gecrashed. Er staat hier een bordje dat die kant op iets is. Maar ik weet niet wat die kant op is. Maar meneer de piloot, leef je nog? Hallo? Nee. Oh, de motoren die roken nog, jongens. Wat cool. Wat een cool detail. Oh, het vliegtuig is gecrashed. We zijn helemaal in het zand. En het is helemaal poep en slecht gewoon. Oh, jongens. Ik ga hulp zoeken. Ik ga snel hulp zoeken. Mijn vliegtuig is neergestort. En ik zie dat hier een stadje is. En ik zie dat daar een soort villagers, swings is. Ik hoop niet dat hier allemaal villagers zijn. Want dan heb je niks aan hulp natuurlijk. Laten we maar gewoon hulp zoeken. Hallo? Is er iemand thuis? Er is daar iemand. Er is daar iemand, jongens. Ik vind het eng. Ik vind het eng. Ik ben gestrand in Egypte. Hallo, mijn Brad. Hallo, mijn Brad. You wanna buy? You wanna buy? Ja, yeah, I have a thing. You wanna buy? Nee, ik hoef niks te kopen. Speciale prijs voor jou. Ik hoef niks. Ik heb hulp nodig. Kan je me helpen? Ik ben neergestort met mijn vliegtuig. Nee, je kan spullen van mij kopen. Ik wil nog geen spullen kopen. Ik hoef spullen niks. Van mij kopen. Ik wil geen speciale spullen. Prijs. Speciale prijs. Waar ben ik? Ik ben in Egypte, maar waar? Het is dorp. Dus, ja, dorp, maar kan je me naar iemand toe brengen die me kan helpen, alsjeblieft? Oké, okay, voor deze keer dan, maar... Ja? Oh, kijk, daar is hij al. Een toerist! Oh, ik schrik me helemaal kapot. Hey. Ja, toerist, hallo. Speciale prijs. Hey, totaal met mijn eigen wil hier naartoe gegaan, hallo. Hoe ben je gekomen? Ja, gecrashed met een vliegtuig. Oh, echt? Oh, ja, kijk, Je komt van hier of zo? Ja, ik ben de gids hier. Je bent de gids, joh! Ja. Oh, dat is precies wat ik nodig heb. Nou, kijk, daar in de verte waar die roken zo is, daar komt mijn vliegtuig, die ligt daar. Gecrashed. Ik ben de piloot, ben ik kwijt. Ik weet niet waar die is. Het ging allemaal die, heel snel. Ik heb die toevallig hier laatst in het... ik heb die echt 5 minuten geleden laatst, hier in het dorp geplant. Langs oké. Hier ergens. Hij heeft mij achtergelaten. Hey. Oh nee, trouwens, ik was geland natuurlijk. Hey. Oh, hey! Daar ben je! Ja. Waarom heb je me achtergelaten, man? Ik ben opgesprongen, maar ik kon jou nergens vinden. Ja, ik toen ik landde was je al weg. Ja, ik denk dat ik ergens anders geland ben. Maar ik zit hier eigenlijk op zich wel prima met mijn drankje. Ik wilde naar de Bahama's en niet Egypte. Ik vind Egypte ook leuk, maar ik wil naar de Bahama's. Ja, ik vind het eigenlijk wel prima hier. En het vliegtuig is niet toch kapot. Ja, maar wat gaan we doen? Ik blijf lekker hier. Wat jij doet, dat moet je zelf uitzoeken. Je kan je altijd nog mooi rondleiden hier. Dat weet je niet vervelen. Prima, geef me maar een rondleiding. Ik accepteer het. Ik ben in Egypte. Ik ben niet bij de Bahama's. Ik vind het prima. Maar laat hem lekker. Kom. Ik dacht dat het op dezelfde plek lag, maar mijn topografie is niet goed. Oké, let's go. Nee. Waar zijn we? Hier eerst de mooie soort piramide. Speciale potjes in je zo. Ja, speciale potjes. Oh. Ik hoef je potje niet. Ga weg. Hij moet checken en negeren. Ja, dat mag. Ik heb altijd last van hem. Oké. Okay. We gaan nu naar de... Oh mijn god, hé. Wow. We gaan nu naar de tempel toe, hier recht voor ons. Wat hebben jullie voor gekke cactus hier? Deze heb ik nog nooit gezien in Minecraft.
Wat een coole cactus. Door de droogte gaan ze iets anders groeien. Ah, oké. We gaan nu naar de prachtige mooie tempel. Heel lang geleden is gebouwd. Ja? Hij was gebruikt door de Egyptenaren, maar wordt nu gebruikt als graf van de grote Egyptenaar. Harold. De grote Egyptenaar Harold. Die, de rare naam, maar hij kwam uit alle delen van de wereld. Blijf je stilstaan, man. Joh, gids, wat voor schoen heb je aan, man? Je zit alleen maar... enthousiast. Oké, laten we dan naar Harold zijn graf gaan. Ik heb enthousiast gemaakt. Ik ga er ook van naar binnen. Ja. Ik laat jou even voorgaan. Oh, dan kan jij als eerste de surprise zien. Wow, hier ligt Harold dus, in zijn graf. Ja. Oh mijn god. Het is... Oh! Oh nee! De gids, ik schrik me kapot! Meneer! Gids, waar ben je? Hallo? Meneer! Ik ben gevallen! Oh nee! Wat moet ik doen? Ik ga je opzoeken. Probeer je uit te komen. Ik ga je opzoeken. Die man verkocht touwen. Ga kijken. Volgens mij verkocht hij touwen. Ja, ik ga kijken. Prima. Probeer veilig te blijven. Probeer uit te komen. Ja, komt goed. Doei. Komt goed. Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Ik wilde naar dat graf toe lopen. Het zag er cool uit. Hierboven, kijk, daar ligt Harold. Harold ligt daarboven. Maar we zijn door de grond gezakt. Nou jongens, laten we in de tussentijd dat meneer de gids mij probeert te helpen. Door kijken of hij mij kan helpen met de touw of zo. Laten wij in de tussentijd even kijken of wij zelf op avontuur kunnen. Want misschien vinden we wel wat bijzonders of zo. Weet je, of een andere uitgang. Ik wil je in ieder geval weer uit. Maar waar ben ik in beland, hé? We zijn in een soort van domme goudstuk. Die gaan we meenemen. Ik heb een goudstuk gevonden, jongens. Wat cool. Moet je zien, jongens. Een goudstuk. Oké. Laten we maar gewoon op avontuur gaan. Laten we maar gewoon kijken wat we kunnen vinden allemaal. We gaan hier heel rustig omhoog. In de hoop dat ik hier een uitgang vind. Of nog meer goudstukken. Geen drinkwater. Ik neem even goed mee. Misschien heb ik er wat aan. En dan hebben we hier een doolhof. We moeten door een doolhof zien te komen, jongens. Oh, waarom ben ik nou in een gat gevallen? Ik wilde gewoon... een muntstuk. Goudstuk. Ik wilde gewoon rustig naar het graf kijken. En dan kom ik in een heel doolhof terecht. Hé, hier ben ik al geweest. Hé, nog een goudstuk. Hier is niks. Laten we even kijken wat we allemaal kunnen vinden. Hé, uiteindelijk kom ik hier met extra goud vanaf, hè, jongens. Dus we zien een beetje een geluk bij een ongeluk. Maar het kon slechter aflopen. Je kon ook ergens crashen waar je geen goudstukken kon vinden. Hier nog een goudstuk. Oh, raw gold. Dit is wat anders, oké. Hier is niks, hier is niks. Hier is ook niks. Ik denk dat ik wel de goede kant op ga. Maar even goed. Oeh, kijk, hier moet ik heen. Ja, hier is de belichting op de vloer al heel anders. Oké, we zijn... Oh mijn god, het is nog... Kijk hoe groot het is! Jee, wat is dit mega groot? Hallo, waarom ben ik in een soort doolhof beland onder een piramide? Hé, goudstuk. We zijn eruit, jongens. We hebben het. We zijn eruit. Oh mijn god. En dit is het graf van Harold. Dit is Harold. Harold, wat is er met je ogen gebeurd? Harold, je graf. Ik heb je goudstukken gestolen. Het spijt mij enorm, maar... Ik ga... Hé, nog een goudstuk. Die gaan we ook meenemen. En hier een map. Een map van de stad hier of zo. Maar we zijn eruit. Alleen, hoe kom ik nu weer daar? Die sprong ga ik niet halen, denk ik. Oh, maar deze Harold. Kan ik iets met jou doen? Laten we Harold maar even... We laten hem even rustig liggen. Ik zie daar een soort... Egyptische tekens. Zo, laten we nog even kijken. Hé, ik ben eruit. Ik ben het is me gelukt. Ja, het is me gelukt. Heeft u nog iets speciaals kunnen vinden of zo? Ja. Een flesje drinkwater. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Oh, en daar nee, is... Nee, ik ook niet. Daar is meneer Harold natuurlijk. Ik zag hem al vredig liggen. Maar hoe kom ik hier nou uit? Schatkaart. Ja, ik zou alles nog maar even goed inspecteren. Misschien, ik ben hier zelf ook vaak geweest. Alleen ik heb nog nooit iets kunnen vinden. Behalve grote heer Harold hier natuurlijk. Ja, grote heer Harold ligt hier. Ik zie hier een schatkaart met een X. Zou ik die mee... Nee, toch? Zou ik hem mee kunnen nemen? Nee. Hoezo niet? Nee, nou, gewoon, dat is een mooie decoratie daar. Ja, ik onthoud hem wel gewoon. Het is... Het is ten strengste verboden. Ja, misschien zit er wel meer in dan. Wat nou als ik jou een muntje geef? Ik heb ook toevallig één muntje gegeven. Maar ik word... Nee. Ja, één gewoon, nee, gewoon nee. Ik wil iets anders hebben dan een munt. Een leeg drinkwater. Geen drinkwater. Nee, natuurlijk niet. Oké, weet je, geef me even misschien dat ik nog wat anders vind. Jongens, hier, nog meer goudstukken. Ik wil dat ding eraf halen. Maar hij wil... Kijk, als ik dat nu ga doen, is makkelijk natuurlijk. Alleen, ik moet nog steeds over dat gat inkomen. Dus ik denk niet dat hij me gaat helpen om over dat gat in te komen als ik dat ding ga stelen, jongens. Dus misschien kunnen we de gids overhalen om mij alsnog die schatkaart te geven. Want misschien vind ik wel een leuke schat hier, jongens. Ik bedoel, ik wil wel, nu ik hier ben, gelijk gewoon profijt eruit halen. Misschien als we die schatkist of die schatkaart hebben en dat betalen we de gids, dan hebben we ook nog een leuke schat aan het einde van dit avontuur. Oké, jongens, ik heb in het doolhof niks meer kunnen vinden. Maar ik zie daarboven ook nog steeds zo'n prachtig mooi... Ja, het lijkt wel een soort amulet of zo, wat ik daar zie. Dus misschien als we die eruit tikken, zoals dit hier. Dan moet ik heel doolhof opnieuw doen. Oh, weet je, prima. Een emerald. Oh, wat is dit nou weer? Ank? Oké, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar we hebben een soort amulet, jongens.
Misschien als ik dit geef aan de gids, dat hij me eruit laat. Ik weet het niet. Misschien dat we even snel de route terug kunnen vinden, even goed. Kijk, zijn professioneel schatzoeker. Hallo, gids, ben je er? Gids? Ja, ik ben hier, ik ben hier. Ja, ik heb misschien wat voor je... ik heb dit gevonden. Ja. De groene ank. De groene ank, inderdaad. De emerald ank is dit. Alleen ik weet niet wat ik ermee moet. Ja, je kan hem meenemen, je kan er van alles mee doen. Ik heb gehoord dat hij geluk brengt. Dat je er alles mee kan. Oké. Alleen vindt Harold het niet... Harry, hoe heet die? Vindt hij het niet erg? Harold. Ja, Harold het allemaal wel prima vindt. Hij heeft er niet zoveel meer over te zeggen, toch? Nee, dat klopt. Harold ligt hier heel vredig. Hey, kan je mij hier helpen uithelpen? Je kan gewoon springen, of heb je de zwakke beentjes daarvoor? Ja, het is zwak. Ja, maar dan haal ik het niet. En dan moet ik helemaal dol opnieuw halen. Ja, heb je geen touw voor me? Nee. Dan moet ik... Oh, okay, dol. Ik kan nog wel even goed gaan zoeken, maar... probeer je nog maar een keer, dan ga ik even zoeken. Prima. Oké, jongens, poging 2. Komt-ie. Poging 2. Nee, ik kan dit niet goed. Ik ben niet... Ik heb ondertussen... Hier, een slapbeter te vinden. Die kan ik niet. Is misschien iets makkelijker voor de volgende keer. Dat maakt het makkelijk. Ik ga nog één keer proberen. Weet je waarom het niet lukte, meneer de gids? Ik snap het al. Omdat ik dat amulet natuurlijk niet in mijn handen heb. Amulet, ah, de emerald hangt. Jij zegt dat brengt geluk. Dan meen je. Dit stort ook in. Dan meen je. Had je niet wat steviger neer kunnen zetten? Oh, nee. Had je niet wat steviger neer kunnen zetten, dat ding? Het stort het gewoon in. Iets anders fixen. Ja, ik kom alweer omhoog. Stort het weer gewoon in. Heb je wat geregeld in de tussentijd? Nog niet, je bent zo snel. Oké, ik probeer het wel van het begin. Ik ben zo terug. Ja. Ik kan dit gewoon niet. Ik kan dit gewoon niet. Zo'n simpel sprongetje. Meneer, ik heb een ladder voor me gekregen. Je hebt een ladder voor me. Oh, wat ben ik hier blij. Oh, volgens mij haal ik de sprong gewoon, of niet? Ja, door die ank, hè? Door die ank. Ja, dat komt door die emerald ank, inderdaad. Hé, moet die, denk je... Ik ga wel... Niemand weet dat ik die heb, toch? Ja, nee, ik zou... Ja... Alleen, ik zag wel een schat daar. En waar is dat precies? Want ik kan er niet echt... Oh, ik kwam daar boven binnen. Dus het zou betekenen dat het... Oh, ja, dat was bij die village... Ah, ik weet waar het is. Ja, ik hoor je even verder. Ik hoor je ja, verder je, prima. Rondleiden. Geef me nog even een andere grote rondleiding. We gaan nu naar de Sphinx van dit dorp. Oh, buiten. Oh, frisse lucht. Ja, daar is dat juist. Prachtige, prachtige stad. Prachtige stad. Ik vind dit leuker dan de Bahama's. Dat is het paleis van de Sheikh. Maar daar komen we straks op terug. Oké, prima. Dat is iets wat we nu skippen gewoon, of... Ja, we gaan nu door gewoon via het denkbeeldige pad naar de Sphinx daartoe. Prima. Ik doe even dit zo. Hoppakee. Ah, daar heb je hem. De Sphinx. En weet je wat het is, meneer de gids? Wat is je naam eigenlijk? Ik ben Henk. Henk, hier zat dat kruis wat ik net zag. Dat zat hier op die schatkaart. Oh, echt, ja. Ja, hier zat de kruis. Ik ben er zelf. Dan, hallo, goedemiddag. 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 Hallo. Jullie zijn lekker aan het patrouilleren op jullie lama's. Of lama's, wat zijn dit? Ja. Nee, niet lama's, wat zeg ik nou? Dat zijn kamelen. Kamelen. Sorry. Wat patrouilleren? Wij zijn Sykes. Wij patrouilleren niet. Dat is voor de gewone mensen. Oh, jullie wonen in het in de tempel daar, of niet? Zeker, zeker. Oh, dus jullie zijn ook heel rijk. Tempeltje, hallo. Ja, dat is een paleis. Hé, hey, ik ben lekker met Henk hier aan het rondleiden, want sorry dat vliegtuig daar ligt. Ik probeer ook een keertje te vliegen, is niet gelukt. Als jullie dat op kunnen ruimen, ik wil prima helpen, maar... Ja, jij bent grappig. Hoezo? We gaan toch niet jouw vliegtuig opruimen? Nee, maar jullie zijn rijk. Jullie laten dat toch gewoon opruimen? Nee. Oh, nou, prima. Wij gaan zo onze helikopter. Hier dan weg? Ja, dat weet ik nog niet. Ik krijg in één keer een gids, een reis van Henk. We hebben wel een leuk ideetje voor je. Nou? We hebben een helikopter. Jullie hebben een helikopter? Ja. Maar... Mag ik die? Nou, daar moet je dan wel iets voor terug doen. Nou? Ons paleis is een beetje vies. Ja, ik ga niet jullie paleis schoonmaken. Hou op. Oké, succes met hier dan blijven. Nee, oké. Maar geef me maar een stoffere blik. Ik doe alles. Ik wil weg hier. Ik vind het mooi, maar ik wil niet gestrand zijn. Water? Ja, je moet onze muur schoonmaken. Waar haal je water hier vandaan in deze droge woestijn, man? Nee, maar oké, kom maar over 5 minuten naar het paleis en dan leggen we het wel uit. Prima, ik wil eerst even met Henk hier dit zien hier. Ja, veel plezier, man. Goed zo, hè? Anders ga je niet mee. Nee, prima. Henk, zijn dat de leiders van deze stad of zo? Of? Een soort van, ja, ze denken dat ze de leiders zijn, maar ze hebben het meeste geld, zeker. Ja, dat. Precies dat. Maar hey, dit hier is de Sphinx. Ah, prachtig. Leuk. Hij heeft hier altijd al gestaan. Mm-hmm. Hier. Welkom, reiziger, om binnen te mogen in deze oude, maar gouden tempel. Zie je eens... Praat hij nou? Ik zie hem. Oh, mijn god, hij praat. Ja. Eeuwenouds raadsel op moeten lossen, oké. Okay. Nog niemand heeft dit raadsel op kunnen lossen, maar misschien vind jij de sleutel tot succes. Het raadsel luidt als volgt. Gello mer in od... Of a...
Als je dit kunt ontcijferen en mij het item kan geven, mag je naar binnen. Dus dat is nog nooit iemand gelukt. Nee, de mythische Sphinx, het is het lastigste raadsel dat ooit heeft bestaan. Oh mijn god, maar hij praat ook echt. Je zag zijn mond bewegen. Ja, vele mensen hebben al een item dat heel toevallig... ja, ik weet niet hoe het is, maar... ja? Het is volgens de legendes ook een soort geluksitem. Ook een soort van Ankh? Ja? Ja, dat lijkt me wel. En die moet je dan hierop zetten. En is dan, het bij het Emerald Oog? Is het niet gewoon dit ding? Geen idee. Je, wacht, wat, wacht, laat me even kijken. Laat me het ontcijferen. Gello mer in od af. Oh! De puntjes moet ik invullen. Geloof meer in... denk ik? Geloof meer in... Ik weet het niet. Geloof meer in... Nou, weet je wat? Ja? Je kan het altijd maar proberen. Ik kan het... Zou ik gewoon eens proberen die Emerald dingen erop te gooien? Ik zou... Alleen, ik moet wel ook schoonmaken zo, anders kan ik niet weg. Ik wil uiteindelijk weg hier. Maar weet je? Ik wil het zien. Komt-ie. Oh. Het amulet is erop gegooid? Is het... Prachtig amulet, maar... Hij is mooi, hè? Je... Ja, maar moet je hem neerzetten gewoon? Neerzetten? Oh, dat kan ook trouwens, sorry. Oh! Zijn ogen worden rood! Dit was het niet! Mijn amulet is weg! Wat een prachtig verschijnsel, hoor. Ja, maar mijn amulet! Mijn Ankh bedoel ik, sorry. Ja, Ankh! Mijn gouden emerald Ankh is weg, zijn ogen werden rood. Hij vond het niet leuk, het is niet goed. Afgekeurd. En nu? We komen hier later weer op terug. We gaan nu verder. Ik zal jullie graag afschrijven. Oh, wat zonde. Ik had zo'n mooie gouden Ankh en die is nu verdwenen. Ik denk ik het beste via het dorp even naar de tempel gaan. Prima. En dan moet ik met de Shikes gaan mieten. Ja, dan kun je naar de Shikes gaan. Ah. Hey, jullie hebben kapotte waterleidingen hier. Kapotte waterleidingen, ja. Maar, prima, oké. Dit is een mooie stad. Je hebt natuurlijk al even in rondgekeken. Mm-hmm. Dit hier is de put. Hij is bijna droog door de kapotte waterleiding. Ah, weet je, ik ga wel met die Shikes overleggen. Misschien kan ik ze wel zo dusdanig helpen dat ik een helikopter mag lenen. En dan kan ik weg hier. Dit was hier woonde vroeger een Shike. Maar die hangt ook een amulet boven. Een diamant Ankh, sorry. Ik zeg het is amulet, maar het is gewoon Ankh. Die kan je ook nog meenemen. Misschien werkt die wel. Nou, maakt niet uit. Je kan het... Het komt wel, ja? Je kan het laten proberen. Dan heb je hier de mooie huisjes. Ze stammen al, zijn al heel oud. Ze zijn verlaten. Ja. Dus je kan deze ook nog even doorzoeken of je iets vindt. Hoeveel mensen wonen in dit dorp? Geen idee. Ik woon hier zelf ook niet. Nee, oké. Dan weet je, laten we maar gewoon naar dingen gaan. Zo meteen kom ik hier wel even terug. Ga ik even alles doorzoeken en zo. Want wie weet, ik wil eigenlijk nu, zeg maar, ik kwam hier en ik wilde hier niet eens heen. Eigenlijk wilde ik gelijk weg hier en wil ik ook. Maar die Sphinx daar, die heeft me toch meer interesse. Ik wil eigenlijk wel weten wat er in die Sphinx zit. En ik zou eerst maar hierheen gaan, anders worden ze heel boos natuurlijk. Of zo, geen zin in. Maar we gaan maar doen. We gaan maar gewoon naar binnen. Ik laat je vanaf hier achter. Ja, dankjewel Henk. Doei. We houden contact. Nou jongens, laten we maar naar binnen gaan in de tempel van de twee... Oh, daar zitten ze al. Daar staan ze. Moet ik mijn voeten vegen? Ja. Zo. Oh, wat fijn dat je er bent. Goedemiddag nogmaals. Jullie goede reis achter de rug? Zeker. Jij ook? Top. Ja, helemaal dikke. Prima. Het ging helemaal goed. Hey, ik kom hier om schoon te maken of zo. Ja, maar laten we wel eens het probleem zien. Oké, jullie hebben een probleem. En jullie hebben een helikopter nogmaals, waarmee ik weg kan uiteindelijk hier? Oh, oké. Kijk, iemand heeft dus onze buurt geklad. Er is allemaal opgetekend? Ja. Oh, oké. En dit moet ik schoonmaken? Ja, met water. Ik denk dat het dan wel vanaf komt of zo, maar... Met water? Jullie waterput is zo goed als leeg. Ik zag net dat er een kapotte leiding was. Nou ja, succes of zo. Moet ik die leiding ook gaan oplossen? Ja, dat is niet helemaal ons probleem. Hebben jullie op zijn minst een emmer voor me? Maar misschien is er nog ergens anders ook water te vinden. Ik kijk wel. Maar hebben jullie op zijn minst een emmer voor me? Nee. Ook niet ergens hier? Mag ik hierheen? Ja, je mag best kijken, maar ik denk niet dat we eentje hebben. Nou weet je, ik wil even goed even kijken wat hierboven zit, jongens. Dit is één groot dol voor mijn gevoel. Hier heb je een soort van... wat is dit? Een bad? Lijkt het kijk. Hier komt ook water uit. Dit is een bad. Dan heb je hier nog een ladder naar boven. Heb je hier een slaapkamer. Geen emmers. Hier een andere slaapkamer met wederom een bad. En hier het balkon. Of hier... Ah, kijk, hier is de helipad, jongens. Hier wil ik uiteindelijk heen met een helikopter en ontsnappen uit deze plek natuurlijk. Ah, oké, laten we even die ladder even goed bekijken, want ik wil weten wat hierboven zit. Ik wil niet dat... volgens mij is het een schatkamer, jongens. Ik weet alleen niet of ze willen dat... Hey, een waterleiding! Het komt zo perfect uit. We gaan het fixen, jongens. We gaan het fixen.
Ik heb meerdere waterleidingen nodig. Ah, weet je wat ik denk dat ik moet gaan doen, jongens? Kijk, we nemen ook even munt mee. We beroven zo gewoon gelijk. Ik denk dat ik allemaal waterleidingen moet vinden door de hele stad verspreid. Niet alleen hierboven, maar gewoon helemaal door deze stad. Ik denk serieus dat ik dat moet doen. Dus, nu met twee waterleidingen. Laten we gelijk even de goede kant op gaan. Ik heb zelfs een munt van ze gestolen. En dan hopen dat we er nog meer vinden. Dan kunnen we die waterleiding fixen. En dan kunnen we daarmee gewoon het water regelen. Komt helemaal goed. Ik heb al een plan. Helemaal uitgewerkt. Oké. Okay. Wat is hier? Is het bibliotheek of zo? Dan hier een trap naar... Waar ga ik heen? Ga ik nu helemaal toren in? Oh, maar deze. We zijn in een soort... Wat een kleine toren. Hier is een soort, ja, woonkamertje of zo. We hebben verder niks te zoeken. Laten we de stad in gaan. We hebben nu twee waterleidingen al gevonden. We gaan er veel meer kunnen vinden, dat weet ik zeker. En dan kunnen we misschien die put weer vullen. Dan heb ik een emmertje nodig. En dan kunnen we water gebruiken om die muur van hun schoon te maken. Maar in de tussentijd, jongens, terwijl dit avontuur doorgaat, wil ik wel eigenlijk ook nog eventjes die Sphinx in daar, weet je. Dat gebouw daarin. Hier, hoeveel heb ik er nodig? 1, 2, 3, 4, 5 waterleidingen heb ik nodig. Ik heb hier 1, 2 en dan nog eentje nodig. Nog 3 nodig, sorry. Oh. Gaat het een beetje goed? Ja, hey, ik probeer op zijn minst zorgen dat we hier uitkomen. Maar wat ga je doen dan? Wat is je plan? Ik ben een helikopter aan het regelen. Oh. En in de tussentijd wil ik deze mensen ook... moet jij waarschijnlijk toch niet zoveel beroven. Oké. Okay. Dus, maar het ding is, ik heb wel een beroven van piloot water, nodig. Dat je de waterleiding aan het maken bent, of... Ja, ik ben de waterleiding aan het maken. Ik ben gelijk aan het werk gegaan. En terwijl jij hier met je mimosa boven zit of zo. Ik zat daar een meertje. Mag ik even op het balkon komen? Ja hoor. Een meertje? Ja, of Heb jij een meertje gezien? Oase, waar? Ja, hier, als je net op het randje staat, dan kan je zo tussen de huizen doorkijken en dan kan je hem zien. Een beetje naar rechts. Ja. Oh, daar joh! Wow, daar ben ik gewoon helemaal langs gelopen, volgens mij. Aan het maken. Oh, wat een moeite ben ik aan het doen. Weet je, prima. Maar ik heb alsnog een emmer nodig. Weet je waar ik een emmer kan vinden? Heb je niet iets anders waar je water in kan doen? Ik heb geen emmer. Ja, een bekertje of zo. Weet je, ik zoek het waar. Het komt goed. Maar jongens, nogmaals, voordat we dat gaan regelen, wil ik eigenlijk even deze diamanten ank hier stelen. Hallo? Is er iemand thuis? Hallo? Pst, ik ga gewoon inbreken. Prima. Hallo? Mag ik die diamanten ank voor jullie deur hangt? Of nog andere spulletjes die jullie hier verstoppen? We beroven natuurlijk gewoon alles waar we tegenkomen, jongens. Ik bedoel, we zijn hier toch zo meteen weer weg. Hey, ik neem hem gewoon mee. Misschien dat ding hier, hoppakee. Misschien dat die diamant er wel goed is. Dus laten we even naar die Sphinx gaan. In de hoop dat dit de goede is. En dan gaan we daarna naar die oase toe. Kijken of we daar iets kunnen... Hey, daar heb je hem weer. Heb je Henk. Henk, ik heb een nieuwe diamanten anker gevonden. Misschien dat deze werkt. Ja, ik was even een verslag aan het doen over dit magische verschijnsel. Zullen we het proberen? Ja, ik ga het weer opschrijven. Komt-ie. 3, 2, 1. Nee! Het is weer niet goed. Kijk, ik ben weer boos kijken. Oh, de diamanttank is ook verdwenen. Ik snap het niet. Oh. Ik sta voor een raadsel. Ik weet niet. Ik weet echt niet. Oké, okay, dan ik kom goed. Ik kom later terug. Ja. Ik moet nog steeds het raadsel oplossen, jongens. Geloof meer in ouders... af. Ik heb geen idee. Laten we in de tussentijd naar die oase gaan. Maar ik heb ook nog een soort bekertje of een emmer nodig waarmee ik natuurlijk water kan vullen. En dan kan ik dat mee naar het paleis nemen om het schoon te maken. Oh, waarom is het over? Het is opgedroogd. Of volgens mij ben ik aan het hallucineren, jongens. Hier stond net nog een oase. Huh? Hoe kan dit nou? Jongens, jullie zagen het. Er was hier een oase. En die is nu weg. Huh? Ik ben echt aan het hallucineren. Ik heb te lang geen water gehad, denk ik. Ik wil 100% zeggen dat hier een oase was. Hè? Piloot? Hallo? De oase is zojuist opgedroogd. Hoe bedoel je? Ja, ik kom daar aan en die oase die is... Vroom, zeg maar, het zonnetje is zo warm en hij is opgedroogd. Ik zie hier nog één. Nog? Heb je daar al gekeken? Nog één? Waar heb jij het over? Waar? Ja, niet lastig te zien. Hoe lang zit... Ik ben aan het hallucineren. Ik snap er echt niks van. Er is blijkbaar daar een oase. Oh jee, nee, deze gaat niet verdwijnen, toch? Niet verdwijnen, alsjeblieft. Ik smeek het je. Ik smeek het je, oase, blijf. Nee! De oase is verdwenen! Oh, daar weer, daar! Jongens, daar is die. We moeten hem bijhouden. We moeten de oase bijhouden. Ik heb water nodig, alsjeblieft, water. Dit is hoe het altijd in die film... Oh, dit is geen oase. Hier is niet eens water. Hier is niet eens water. Dit is gewoon een boom. Oh, jongens, dit is hoe die mensen in die film zich altijd voelen als ze water zoeken en dan aan het hallucineren zijn in de woestijn. Dat ben ik op het moment. Volgens mij zijn ze allemaal weg, piloot. Of zie je er nog één? Nee. Ja. Oh, weet je, ik ga die stomme pijp al regelen en dan komt die put met water tenminste omhoog en dan regel ik het hier wel, oké? Dit is goed. Die oase, jongens, ik ben echt opgelicht. Ik ben echt opgelicht. Ik dacht dat ik gewoon simpel water kon regelen, maar nee. Het wordt me moeilijk gemaakt. Laten we kijken of we wat nog meer van die...
pijpen kunnen vinden, die koperen pijpen. En volgens Henk, de gids, is dit stadje helemaal verlaten. Dus ik kan gewoon... Oh, sorry, dit is wel heel erg verlaten. Betekent wel dat ik in ieder geval gewoon alles kan pakken wat ik wil. En misschien kom ik wel nog een amulet tegen, waardoor ik alsnog die Sphinx in kan. Want dat is uiteindelijk de grote droom, hè, jongens. Hé, hey, een goudstuk. Ik heb niet meer van die dingen kunnen vinden. Een paar munten hier en daar, maar daar houdt het ook wel op. En dat maakt me eigenlijk wel zorgen. Hé, hey, nog goudstuk. Kijk, deze deur zit dicht. Dat is het eerste huis waar ik de deur dicht vind. Dus dat is misschien wel iets goeds. Hé, hey, munt. Een goudstuk. Maar naast het goudstuk wederom niks gevonden. Misschien het huis naast gewoon waar die dingen te vinden is. Of heb ik het al geloot? Hé, hey, nee. Het is een goudstuk. Hallo, mijn vriend. Hallo, mijn vriend. Hey, meneer de verkoper. Hé, hey, nu ben ik blij dat ik je tegenkom. Kan je met me meelopen? Ja, natuurlijk kan ik met me meelopen. Verkoop jij van die... wat verkoop je allemaal? Oh, ik heb mooie potjes. Je potje? Dat heb ik ook laatst gevonden. Ik heb een gouden ding. Oh, oké. Okay. Ja. Wat nog meer? Dan voor de rest eigenlijk niet heel veel, nee. Oh, hoe duur is die? Wacht heel veel. Ik ga even met mezelf overleggen. Ga jij maar met jezelf overleggen, prima. Want jongens, ik heb in de tussentijd 12 goudstukken, of eigenlijk 16 goudstukken. We zien dat dat wel genoeg is, 16. Ja, maar... Hij is met zichzelf aan het overleggen, want jongens, zeg maar, hij heeft een goud amulet of een gouden ank en misschien is... Oh, geloof meer in... Nee, dat... Ik weet niet. Misschien is dat wel degene wat die Sphinx nodig heeft. De gouden. Heb je het al uitgevonden? Ja, of... ja, ik heb aangevonden. Ja. Nou, normaal is het natuurlijk 20. Maar voor, ja, jou, voor jou special prize, mijn friend. Voor jou 15. Ik heb hier voor jou 12 en dan 1, 2, 3, 15. Oké, dat vind ik helemaal mooi. Helemaal mooi. Ja, maar... een fijne dag nog, hè? Nee, hallo. Nu wil ik dat ding nog hebben. Oh ja, sorry. Ik wil helemaal niet oplichten. Ja. Oh, top, dankjewel. Kijk jongens, en, de gouden ank. Fijn zaken gemaakt daarbij. Sorry? Fijn zaken gemaakt. Fijn zaken gemaakt, ja, inderdaad. Ja. Helemaal prima. Dankjewel, hè. Jongens, we hebben een gouden ank. En goud is wel iets wat heel goed is. Ik vind overal gouden munten. Dus je zou zeggen dat de gouden ank de ank moet zijn. Henk, ik ben er weer. Ik keer terug met een nieuwe ank. En deze is goud. En wat was het? Het raadsel was geloof. Denk, ja, geloof. Meer in, ja, geloof. Meer in oud, comma. Ik weet het niet. Kan dat... Ot, niet goud zijn. Moet je dat ik dus de dingen helemaal verplaats, bedoel je? Nee. Nou... Er staat geen puntje voor. Zie je? Ja, ik zou het gewoon proberen. Ik ga het gewoon proberen. Weet je, wie weet, zit het raadsel wel. Komt ie. 3, 2, 1. Dit is hem! We hebben hem! Henk, hoor je dat? De deur is open. Het gouden amulet is het gouden ook, is het goede. Ik ga je buiten nog meer... Oké, hou jij de wacht buiten. Roep me als er iets komt, oké? Maak vogelgeluiden, weet ik veel. Kameelgeluiden, verzin het. Oh my days, jongens. We gaan de Sphinx gaan we in. En eigenlijk moet ik zoeken naar die koperen pijpen. Maar wie weet vind ik hier wel veel bijzonderder dan koperen pijpen. Oh my days. Wow. Ik weet alleen niet wat ik hier aan ga treffen. Maar ik vind het wel heel cool. Laten we omhoog gaan. Ik weet niet waarom, maar ik... Oh, dit zijn de ogen. Oh mijn god, jongens, kijk. Hierdoor kunnen we naar buiten kijken door zijn ogen. Hallo, Henk. Hey. Is er nog iets naar achter? Hey. Hey. Ik ben bij zijn ogen. Je ziet alleen niet zo heel veel, maar het is wel leuk. Hij ziet er nu een beetje boos uit. Hij ziet er nu boos uit. Oh, ja, dan ga ik hier maar gauw weg. Ja. Oké, prima. Maar jongens, als ik hier weg ga, kijk. Die ogen die gaan open en dicht als je aankomt. Kijk hier. Hoppa. Wat een technologie alweer. In het oude Egypte. Kijk wat we nog meer kunnen vinden. Oh, hier een... Wat is dit? Een papiertje en een waterleiding. We hebben een waterleiding gevonden, jongens. Nog twee te gaan. Nog twee waterleidingen te gaan. Oké, we zijn dus wel op het goede adres zijn we beland. Oké, oh nee. Kopwebs, nee. Hou op. Even kijken wat we nog meer vinden hier. Ik zie daar al een barrel. Dan hebben we water. Ik vind het helemaal prima. We nemen al het water mee wat we mee kunnen nemen. Gaan we weer omhoog hier. Dan hier is hier ook iets. Ja, daar is ook iets. Kijk. Oh, die zijn allemaal leeg. Daar hebben we niks aan. Maar dat betekent dat ik wel even beter in hoekjes en kiertjes moet kijken. Jongens, zie je hier? Die had ik gewoon over het hoofd gezien, want hier ben ik al geweest. Ah, we moeten echt even beter overal kijken en wat we allemaal kunnen vinden. En we hebben nog één plekje niet gehad. Dat is namelijk hier binnen gelijk hierheen. Oh, ik vind het spannend, jongens. Ik dacht dat ik een grote schat zou vinden, maar eigenlijk vind ik gewoon waterleiding. Maar daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Want dan kan ik naar huis met die waterleidingen. Met die waterleidingen, dat is mijn uitweg hier. Kijk, hier zit iets, zie je? Hier ga ik iets vinden, denk ik. Nee, ga ik niks vinden. Oh, een waterbottel. Oké, helemaal prima. Dan hierboven vinden wij helemaal niks. Het is leeg hier. Oké, en hier kunnen we ook naar boven. En dan vinden we ook niks. Hè? Het is één groot dolf. En ik heb er nog één nodig, jongens. Nog één
waterleiding. En ik denk dat ik die hier moet vinden, want ik heb die andere natuurlijk al... wat hebben we hier? Een water... Oh, hier loopt die leiding! Ah, kijk, en dat is de laatste, jongen. Kijk, dit is die leiding. Die loopt dus gewoon door de Sphinx hier. Oké, okay. Maar hier is nog nooit iemand geweest volgens de Sphinx. Maar volgens is wel gewoon een waterleiding aangelegd, maakt niet uit, kan gebeuren. Laten we ze meenemen, we hebben ze nu allemaal. En dat is alles wat we nodig hebben. Ik heb alleen niet verder een andere schat gevonden. Nee, wel water. Henk? Hallo? Henk? Oh, daar ben je. Hallo? Hey, wil je wat water? Nee hoor, ik heb het goed. Oh, prima. Hey, maar... je kan naar binnen, er is niet echt een schat binnen of zo. Ja, ik ga... Dankjewel. Hoezo dankjewel? Ja, ik ga rondkijken, ik ben helemaal... Hyper. Prima. Doe jij je ding. Ik ga lekker een paleis schoonmaken. Ik heb zojuist het werelds grootste schat heb ik gewoon open kunnen kraken en naar binnen kunnen gaan. En wat ga ik doen? Waterleidingen fixen. Een of andere loodgieter uithangen. Hey, hier komt, ja. 1, 2 en 3. Hoppa, dat zou betekenen dat het water hier in de put gewoon zou moeten stijgen. Klopt dat? Ja, kijk, daar gaat het. Het is gestegen. En nu hebben we geen drinkwater. Kijk, kunnen we die ook vullen? Nu heb ik 4 waterbottels, jongens. Oh, en deze zijn natuurlijk niet om te drinken. Maar deze zijn om die muur schoon te maken. Ik snap hem. Ik snap hem, jongens. Het linkje is gelegd. We snappen. De helikopter staat er. Ja, de N-oase. Oase, verdwijn niet. Alsjeblieft, verdwijn niet. Je bent een vloek. Je bent echt een vloek. Wat erg dit. Hé, daar is nog een piramide. Wat erg dat die oasis telkens verdwijnen. Kijk, daar is nu weer een nieuwe. Zie je daar? En ik ga er niet heen, want ik weet precies wat er gaat gebeuren. Die verdwijnt als ik aankom. Hallo? Ik keer terug met water. Zijn jullie nou water aan het drinken? Ja, ik heb dorst. Ah, hoezo moet ik dan heel dat avontuur doen? En ding openen, schatten, waterleidingen, putten, zand. En jullie hebben gewoon water hier. Ja, dat is ons water. Ja, ons water. Maar ik zie nog steeds geen schone muur. Ik zag de helikopter staan. Weet je, ik ga die muur schoonmaken. Ik wil weg hier. Wat een vreselijke mens hier. Nou jongens, laten gaan we hoor. Laten we maar kijken. We gaan in ieder geval eerst de poppetjes wegwerken. 1, 2, 3, 4. Oh, dan moet ik nieuw water. Moet ik even alleen weer lopen naar die vervelende... Mag ik alsjeblieft jullie water lenen? Oh mijn god, wat zijn jullie vreselijk. Wat zijn jullie vreselijk. Jongens, we gaan de hele tijd heen en weer lopen naar die stinkput. Ik heb 4 flesjes water. Dat wordt echt oprecht gewoon een paar keer heen en weer lopen. En als die oase dan gewoon op zijn plek zou blijven zitten, dan zouden we niet zo ver hoeven te lopen. Maar nee, dat werkt natuurlijk niet mee. Zo, dan zijn we aangekomen bij de put. Dan noemen we 1, 2, 3, 4. Hé, piloot. Ben je er nog? Hallo? Hey, hallo. Verkoop jij flesjes? Oh, natuurlijk verkoop ik flesjes altijd voor jou. Ik heb nog 1 muntje voor je. Hoeveel kan ik daarmee kopen? Een leeg flesje. Ik heb nu een speciale deal. 2+1 gratis. Oké, hier. Ja. Oh, top, dankjewel. Dankjewel, meneer. Hoe heet je eigenlijk? Raoul. Raoul, oké, dankjewel, Raoul. Komt-ie. Dan kunnen we die ook vullen en die ook. Dat scheelt ons weer een paar keer heen en weer lopen. Althans, dat hoop ik. Gaan we terug naar het paleis. Waarschijnlijk kan ik nog wel meer lege flesjes kunnen vinden. Maar, hè? Weet je, we lopen wel gewoon een paar keer. En ik heb nu van Raoul, heb ik mijn laatste muntje kunnen besteden. Die ik van hun heb gestolen. Letterlijk al die muntjes die ik heb gevonden. Terwijl hun hier gewoon water hebben. Stomme sheiks. Vervelende mensen. Oké, komt-ie. Zo, waar willen ze alles schoon? Willen jullie alles schoon hebben of alleen de tekeningen? Alles schoon. Alles schoon, natuurlijk willen jullie. Ik had niet eens hoeven vragen. Dan komt-ie. Die ook, die ook, die ook, die ook en die ook. Er komt maar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat komt perfect uit, want ik heb 6 flesjes. Ah, weet je, dat is mijn muntje. Dit is mijn vergoeding. Is dat zeker? Nee, dat lijkt niet zeker, alsjeblieft. Sorry. Oh, je hebt een zwaard. Het spijt me. Oh, oké, prima. Ik ga wel gewoon jullie muur schoonmaken. Oké, ik wist niet dat ze zwaarden hadden, jongens. Niet heel verstandig om van rijke sheiks te stelen die zwaarden hebben en weet ik wat allemaal. Weet je, ik ben gewoon de schoonmaker. Ik maak gewoon de muur schoon. Dan ga ik met de helikopter er vandoor. Misschien heb ik de piloot nog nodig. We zien het allemaal wel. Maar in ieder geval dat ik daar... moet ook nog afscheid... Weet je? Ik denk dat ik hierna gelijk ga. Laten we even afscheid nemen. Henk? Hallo? Ben je hier nog binnen? Henk? Waar ben je? Hallo Henk de gids? Hallo? Ik denk dat Henk is verdwenen, jongens. Ik weet niet waar Henk is. Ik denk dat hij op is gegeten of inmiddels zelf een farao is geworden. Weet je, het maakt niet uit. Laten we deze oase even verdwijnen. 3, 2, 1. Hoppakee. Oh, daar ben je Henk, joh. Henk, ik ga er vandoor. Nee. Ik ga... Nee. Wat? Wat ben je eerste toerist? Ja, ik ga er vandoor. Ik ga nu het laatste stukje muur schoonmaken. En dan ga ik weer misschien doorvliegen naar de Bahama's of gewoon lekker naar huis. Oké. Ik vond het wel leuk en ik bedank je echt zeer voor het avontuur wat je me gegeven hebt. We hebben piramides gezien, sphinxen en waarom ben je zo verdrietig? Jij was een goede vriend. Henk, we kennen elkaar pas waarschijnlijk nog niet eens een uurtje. Ik vond het gezellig, maar ik ga weer naar huis, oké? Oké. Tot ziens, Henk. Doei. Doei, doei. Nou jongens, dat was Henk. Hey piloot, ben je er nog? Ja. Ik ga naar huis, wil je mee? Kan dat?
Ja, het is een helikopter. Het zijn heel, ik heb de zandkool al geteld, maar... Ja, kom maar mee. Weet je, yes. Ik heb een helikopter geregeld, dus wie weet kan jij vliegen. Ik moet nog alleen het laatste stukje muur schoonmaken. Ik ga niet laten vliegen, dan ga ik niet nog... Nee, dat gaan we niet meer doen. Dat gaan we zeker niet meer doen. Maar stel deze crash, dan gaan we gewoon dood. Ik vlieg wel. Jij vond het wel, dat komt wel helemaal goed. Kijk, daar staat hij, zie je? Ik heb helemaal een muur schoongemaakt. Dat is model A772, dat moet goed komen. Ah, kijk, dat is geruststellend dat je al weet welke helikopter het is. En voor mij was het gewoon een helikopter met wieken. Wacht maar heel even hier, ik weet niet of ze blij zijn met de gast, weet je? Wacht, komt ie. Ik presenteer jullie, piloot. Dat was je cue. Kom maar. Ja, hier. Ik presenteer piloot. Ik heb zelf piloot geregeld. Ja, piloot. Wat is je naam eigenlijk? Frank. Frank. Piloot Frank. Ik dacht, we hebben een helikopter en ik weet niet of jullie kunnen vliegen in een helikopter, maar deze piloot wil ook mee graag naar huis. Dus stuur hem maar terug in de helikopter, oké? Prima. Oké. Ik zorg dat hij in goede handen komt. Dit is een daadwerkelijk piloot hier, maar omdat je meegaat, moet je wel even helpen met die muur schoonmaken. Kijk hier, ik moest dit allemaal doen. Dan doe ik deze. Dan doe ik deze. En dan doe ik deze. Zo. Doe jij die. Hoppa! De muur is schoon. Kijk, dan geven we die lege flesjes even terug. Hier hebben jullie je flesjes terug. Terwijl jullie zelf ook nog flesjes hebben. Hé, hey, kunnen we hem gewoon pakken en gaan? Of... Ja, nou, we moeten wel even meelopen. Kijken of alles goed gaat, hoor. Kijk, wacht. We gaan eens even kijken wat ik met je muur heb gedaan. Kijk hem schoon. Hij is nog nooit zo schoon geweest. Ja, hij is wel een beetje kaal zo. Even stikken maar in. We gaan gewoon lekker wegvliegen. Kom, Frank. Hoe heet jullie eigenlijk? Als ik vragen mag. Nee, mag je niet vragen. Oh, nou, oké. Okay, zij heet Pieter. Zij heet Pieter? Ah, top. Nou, dat had ik niet verwacht, maar... Oh, een helikopter. We gaan naar huis, Frank. Ik heb het echt... Ik vind het mooi hier, maar ik wil heel graag naar huis. Stop maar. Ja. Oké, top. Maar is er ook een zitplek? Of, oh, is er ook een zitplek? Of, zou ik gaan zitten. Ja, voorin. Jij maar op de startknop, dan... ik op de startknop drukken? Ja, ik neem het gelijk over. Oké, je neemt het gelijk over. Nou, 3, 2, 1, ponk. Oh, ja! We hebben hem afgehaald! Oh, we hebben hem nog een keer gehaald! Jongens, we hebben hem gehaald. We zijn klaar met de Egypte-map. En we hebben hier iedereen die mee heeft gedaan. We hebben hier Joris, we hebben hier David, we hebben hier Lars, we hebben hier Anne. En een iets rossere Anne, dat was volgens mij... Heke. En we hebben hier Po, oftewel Julian. Dit zijn de bouwers ook, of is dit is iedereen? Ja. Jongens, ik vind het geweldig. We hebben met een kleine groepje hebben jullie echt een... mega leuke Egypte map in elkaar gezet met cactussen, kamelen, mythes, angst die ik deed dat het amuletten noemde en weet ik wat allemaal. Ik vond het geweldig. Ik vond het leuk. Dank jullie wel. Hebben jullie nog wat te zeggen? Oh, nog een dankjewel. Heel veel leuke muntjes. Ja. Jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Even een dikke shout-out naar deze groep, want ze hebben weer echt een prachtig map in elkaar gezet. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. We gaan voor 4000 likes of zo. Geen idee. In ieder geval, kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk hetzelfde concept, maar dan hebben ze een andere map in elkaar gezet. Ook een hele leuke video om te kijken. Gewoon even doen, even liken, even kijken. En nu spreek je later. Glaasje water telt 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Yo! Yeah!